super lekker weer buiten. Dus dan wil iedereen wel een lekker fris ijsje. Vandaag gaan we daar nog super lekkere sinaasappelijsjes maken. Dan gaan we nu als eerste even de sinaasappels lekker uitpersen. Even een beetje suiker erbij in de pan doen. Lekker koken. En dan gaan we het heerlijk opeten. Gaan we de sinaasappels snijden. Gaan we de suiker erbij doen en dan even koken zodat de suiker oplost. Zetten we op 9. Ondertussen pak ik even de suiker. Moeten we even wachten tot de suiker is opgelost. Is de suiker opgelost. Dan zet ik hem uit. Dan zet ik hem eventjes een beetje ernaast. Dat hij kan afkoelen. Hey, hij is klaar. Nou, de sinaasappel met suiker is eindelijk afgekoeld. Dan kunnen we het in de ijsvorm gaan bieten. Topje erop. En zo gaan we door. Pan is leeg, ga ik ze in de vriezer doen. Dan moeten we zeker toch wel 2 tot 3 uur wachten. En dan hebben we lekker ijs. De ijsjes hebben een paar uur in de vriezer gelegen. Dan gaan we kijken hoe ze erbij liggen. Nou, dan gaan we ze eruit halen. Kijk eens. Gaan we even kijken hoe het eruit ziet van binnen. Nou, kijk, als dat geen lekker ijsje is, dan weet ik het ook niet meer.